Het ministerie van Openbare Werken is vandaag bezig geweest met herstelwerkzaamheden aan de Johan Adolf Pengelstraat. Minister Riyad Noor Mohammed gaf tijdens de vrijdag gehouden persconferentie aan dat er verlichting komt in het landelijke structurele onderhoud van wegen. Hoewel dit een poosje op zich heeft laten wachten, komen er nu financiële middelen vrij om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. De bewindsman is dankbaar dat de gemeenschap een handje heeft bijgedragen aan het onderhoud van bermen. We weten dat die oproep van mij dat iedereen een handje moest meehelpen heeft gewerkt. Mensen hebben een kleine bijdrage geleverd. Een heel leuke vond ik van Albina, waarbij de bochten taxichauffeurs bijvoorbeeld een handje hebben meegeholpen. En ik heb beloofd dat geduld gaat beloond worden, omdat langzaam de middelen vrijkomen vanwege schuldherziening, etc. En het ministerie dus inderdaad het traject van duurzaam beleid weer kan oppakken. Eén ding waarom ik geduld heb gevraagd van vele mensen, wat volk, laat me zo zeggen, is dat als ik iets opstart, wil ik niet hebben dat over een paar maanden het moet stoppen. En dat geduld gaat beloond worden. De focus van het ministerie is nu gericht op het herstellen van de wegen met lap- en plakwerkzaamheden. Het ministerie heeft nu duurzaam asfalteren aangehouden vanwege de gebrekkige middelen. Toch wil Noor Mohammed het zo ver krijgen dat de wegstrekking naar Nikeri wordt aangepakt. Maar vooral de wegstrekking Nikeri, daar heeft iedereen het over, dat is verschrikkelijk. De waterschade heeft het traject ook verergerd. Dus ik denk over een maand of twee zult u zien dat we de werkzaamheden zullen hervatten, omdat we al bijna overeenkomst hebben met alle grote aannemers van Suriname die bezig waren met asfalteringswerkzaamheden. U weet dat ergens 2019, 2020 vele van deze dienstverleners waren gestopt vanwege betalingsachterstanden in de orde van miljoenen, etc. En dat moest goed bestudeerd worden. Dus we gaan u ook uitnodigen wanneer de nieuwe technische en financiële overeenkomsten worden getekend onder nieuwe voorwaarden.